Ja. Maar ik moet zo gaan. Ik film jou vaker, zodat de kinderen je kunnen zien en de kleinkinderen. Ja, maar dan kom ik toch eerder. Het is nu 10:56 morgens op 29 september 2018. Mm-hmm. Hoe denk je eigenlijk over de dood? Denk je dat er iets is na de dood? Ik maak me geen zorgen over. Denk je dat je pa terugziet en je moeder en je vader? Ik weet niet. Maar hoop je dat van wel? Dat je hun terugziet? Nee, we zijn niet meer. Denk je dat je ook weer terugkomt in een nieuw leven? Ik? Nou, ik heb het gezegd. Zaterdagspan, zoiets bij me zetten. En voor mijn muis, dingen voor me zetten. Mama, je bent je hele leven gelovig geweest. Je gelooft in de hemel en onze lieve Heer. Ja, dat heb ik nog. Maar ik kan het niet zeggen. Die is het, die is het. Ik kan jou ervoor nemen. Ik kan mama voor gaan nemen. En dan komt ze gewoon bij me wonen. En jij ook. Ja. Ik heb een enorme dingen op. Maar je gelooft niet in de hemel? Of twijfel je? Ik weet het niet. Maar ik ga zo weer, want ik kom later toch terug. Luister, ik kom. Ik ga eten delen. Maar even laten ze Jezus is heen vaak. Ik ga niemand eten. Ik heb zulke dingen. Nee, maar dat zijn altijd levende mensen. Mama, dat zijn er wel mensen die om je geven. Maar ik kus je. Kom je wel? Ja, ik kom later terug. Vanavond. Okay. Vanavond. Ja, ik moet nog veel doen. Ik zie je later, hè? Okay. Hoi, mama. Hoi. Dag, moeder.